Hallo allemaal, weer een nieuwe les van Pilates en ik hoop dat jullie allemaal nog steeds gezond zijn en ik krijg van heel veel wel even appjes, dus ben al een beetje op de hoogte en jullie dachten al, een bandles vandaag, dat kon natuurlijk niet missen met het cadeautje wat in de bus was. Het is een uitzicht op de tuin vandaag, daardoor wel een beetje tegenlicht en niet zo goed beeld van mij, maar het gaat toch om de contouren, dus daar gaat het dan een beetje om. Dus, we gaan vandaag zitten beginnen met de flexband. En die doe je net onder je borst langs, om je borstkas heen. Je gaat zitten met je benen recht voor je of in een kleermaak zit, wat je maar het meest prettige vindt. En je bindt de band eigenlijk onder je borst langs. Zet de ellebogen in de zij. Pak hier rustig even zo de band vast. En dan adem je heel diep in tegen de band. En op de uit trek je de band aan. Pers je de lucht uit je ribbenkas. En adem in. En adem weer uit. En adem in. En adem uit. En in, laat weer los. En uit, trek de lucht er weer uit. En adem in, los, schouders mooi naar beneden. En uit. Oké, hartstikke mooi. Dan kom je even op je band zitten. Aan beide kanten evenveel band ongeveer vrij laten. Ja. Adem een mooie zijwaarts en dan gaan we in de zijwaartse richting even losmaken en opwarmen. Dus rustig uitblazen, band meenemen en terug. Adem in en blaas uit. En adem in. En blaas uit. En adem in. En blaas uit. En adem in. Mooi rechtop, dus niet dat de band ervoor langs komt. Mooi zijwaarts. En terug. En blaas uit. Beide kanten nog één keer. Mooi oprekken, adem in. Oh, ik ben nu helemaal in de war met de ademhaling, maar blijf vooral doorademen. En blaas uit. En terug. Oké. Nou, een beetje verwarrend met de ademhaling, maar als je rustig op de beweging ademt, komt het goed. Goed, dan gaan we mooi armen recht omhoog doen. En kleine rondjes draaien. En gaat hij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en weer terug. En belangrijk is daarbij natuurlijk dat je niet de hele ribbenkas omhoog gaat, dat hij mooi strak blijft en dat je schouders niet daar zijn, maar laag zijn. Ja, gaan we nog een keer rustig omhoog. Schouders laag, borstkas laag en dan gaat hij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en terug. En maak het je niet te zwaar, hè? Het is opwarming en stabiliseren van de schouders. En dan gaat hij. Strek op. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en los. En de laatste keer, en als je last van je schouders hebt, stop je natuurlijk gewoon al lang. En strek op. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En terug. Mooi. Nu doe je de band onder je laars. En dan bovenlaars. En dan zet je hem even vast. Mooi strak. Handen onder je hoofd. Zet dan de band tegen de vloer aan en dan ga je rustig even spreiden en sluiten en spreiden en sluiten. Als die wegglipt, doe je hem even weer verder weg en spreiden en sluiten. Handen mooi op de vloer, spreid uit en sluit en spreid. En sluit.
En ik ga nog even rustig door, omdat voordat je zo'n band om je benen hebt, duurt bij sommige mensen ook wel, of bij iedereen een beetje langer. En blaas uit. En terug. En blaas uit. En terug. Nog drie keer. Blaas uit. En terug. Nog twee keer. Blaas uit. En terug. En de laatste keer. Blaas uit. En terug. Oké, knieën even naar de neus trekken. En dan doe je de band om de benen vandaan. Achter je schouderbladen. Dus mooi achter je schouderbladen. Kom je liggen. En over nu, het gaat niet om de kracht, maar om de stabiliteit. Dus niet te strak, klein beetje rekken op. En even rustig uitrekken. En de schouders weer terug naar de vloer. En rekken, schouders los van de vloer. En laat de schouders weer terug gaan op de vloer. Mooie rechte armen of licht gebogen. Trek uit. En terug. En strek uit. En terug. En nog twee keer. Strek uit. En terug. En de laatste keer. Strek uit. En terug. Mooi. Dan komt de band aan de voorkant van je lichaam. Je doet hem niet al te strak. Je zet je ellebogen neer, zodat je de band gewoon goed vast kan houden. Zonder dat je heel erg rekt. Dus ellebogen breed uit. En dan telkens even oprekken. En weer terug. En oprekken. En ook dit is niet echt kracht nog. Maar rustig even schouders mooi stabiel neerzetten. En strekken. En terug. En strekken. En terug. En blaas uit. En terug. En blaas uit. En terug. Nog twee keer. Blaas uit. En terug. En de laatste keer. Blaas uit. En terug. Oké. Pak hem ietsjes dichter bij elkaar. Ongeveer deze afstand. Je armen zijn boven je, schuin boven je en je gaat rustig hip roll doen. Dus kant je bek achterover, kom omhoog en dan de band naar de benen. Oké, natuurlijk wel even iets onder je hoofd vandaan. Want als je met je hoofd, bips omhoog gaat, wil je niet dat je hoofd in de knoei komt. Dus nog even overnieuw. Rustig oprollen, band naar de benen, hoofdruimte geven en weer terug, wervel, wervel. En nog een keer, rol op. Dus niet in één keer, wervel, wervel, kom omhoog. En rol weer rustig af. En rustig omhoog, blaas uit. En ook nu weer, als je zo meteen omhoog gaat, verlies je niet de ribben, hè. Hou ze mooi strak. En kom weer omhoog. En rol weer af, hou controle. En rol op. En rol weer af. Nog twee keer deze. Dus rustig oprollen en omhoog. En weer terug. En de laatste keer rol op. En weer terug. Oké. Kom dan opzij liggen. En als je opzij ligt, doe je hand ook altijd iets hoger dan wanneer je op je rug ligt. Zet je handen op elkaar en op een afstand dat je de band redelijk goed aan kan trekken zonder dat het heel veel kracht kost. Ja, dus de één kant in je linkerhand, één in je rechterhand. En dan gaan we de draairichting even opwarmen en aanspannen. Dus rustig inademen en blaas uit. Kijk je hand na, in, blijf en uit. En ga weer terug. Niet te zwaar maken, gewoon lichte rek op de band. Adem in.
en uit. In blijf. En uit weer terug. Gaat je nog een keer. Adem in. Blaas uit. Adem in, blijf. En uit weer terug. En adem in. En uitdraai. En vervolgens weer terug. Oké. Ga je allemaal op je andere zij liggen. Ik verplaats me even naar die kant, zodat ik in de camera blijf kijken. Zo. Ga weer zijwaarts liggen. Goede afstand van de band. Schouders mooi laag, buik aan, knieën op elkaar houden, adem in. En uit, draai door. In, blijf. En uit, weer terug. Adem in, open. En uit, schouders mooi laag, buik aantrekken, in, blijf. En uit, weer terug. En adem in, open. En uit, draai door. Knieën op elkaar, in, blijf. En uit, weer terug. En dan gaan we voor de laatste keer, adem in. Blaas uit, draai door. In, blijf. En uit, weer terug. Mooi, schouders zijn al warm en je bent al lekker losgedraaid. Kom je weer liggen op je rug met een handdoek om je hoofd. Gaan we nog even het nekknikje. Altijd even die diepe nekspieren warm maken natuurlijk. Dus rustig even inknikken. En uit weer terug. Schouders lekker los. Heel klein beetje nek inknikken. Achterkant verlengen. En weer terug. En dat is de stand. Die ingeknikte stand waarin je straks je hoofd optilt. Zo is die goed voor je nek. En terug. Dus net een kleine afstand. En kom straks omhoog. En terug. Maar nu alleen nog even de warming up. Knik in. En terug. En de laatste keer knik in. En weer terug. Oké, mooi. Nu ga je vervolgens de band even onder je voeten doen. In het midden ongeveer. Dus je drapeert hem mooi onder je voeten. Het mooiste is als die bij je tenen en je voorvoet zit. En je aan beide kanten evenveel band hebt. Ja, dus hij zit niet om de haak. Dan pak je hem ongeveer bij je knieën vast. Of iets dichterbij nog bij de voeten. Ja, en leg je de knieën vervolgens op je buik. Dan gaan we omhoog inknikken. Kom omhoog, duw weg. En weer terug. Je hoeft in principe niet omhoog te komen met je bovenlichaam. Knik in en kom omhoog. Buik mooi aan. En terug. Knik in en kom omhoog. En als je terug gaat, blijf je kijken naar je voeten. En dan pas doe je hoofd weer terug. Ja. De last van je hoofd hebt, kan ook met één hand van je nek. En dan hou je de oefening als volgt. En terug. Knik in en kom omhoog. En weer terug. Nog drie keer knik in en kom omhoog. Schouders laag. En terug. Nog twee keer knik in, kom omhoog. En terug. En de laatste keer knik in en kom omhoog. En terug. Mooi. Heel netjes. Gaan we het een stukje moeilijker maken. Als je zoiets hebt van ik heb het al zwaar genoeg met deze oefening, mag het zo blijven. En anders mag je hem vervolgens in zit komen doen. Dus kom je rustig zitten. De band mag best wel strak om de voeten, dat je een beetje steun hebt aan de band. Dat is goed. En dan doe je op deze manier zitten. Wat belangrijk is dat je niet met een holle rug zit, hè, maar dat je in een bolletje zit. Oké. Gaan we rustig even uitblazen. Blaas uit. Beetje achterover en in. En blaas uit. En doet het zeer aan je rug. Stop met de oefening. En doe hem weer liggend. Blaas uit. En terug. En telkens navel aan. En terug.
En dan gaan we. 4. En terug. En 5. En terug. En 6. En terug. Nog 2 keer. 7. En terug. En de laatste keer 8. En terug. Oké, mooi. Kom dan even zitten. Pak je de band heel losjes vast om je voeten aan de uiteinden. Probeer rechtop te zitten en als het niet gaat, doe dan een plankje onder je bibs of een kussen. En dan ga je heel rustig een beetje achterover. Dus 1 en 2 en 3 en 4, 5, 6, 7, 8. En even weer ontspannen. Schouders laag als je zo meteen dat doet en goed uitstrekken. Gaan we weer omhoog. Kin in. Armen en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en los. En de laatste keer strek op, omhoog en dan gaat hij. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en los. Oké, doe je 1 voet eruit. Dus je hebt nu nog 1 voet in je band zitten. Dan kruis je de band. Dus je hebt hem voorlangs kruisend, pak hem aan de uiteinde beet. Ga rustig liggen. 1 been is gebogen en het been wat in de band zit, doe je gestrekt omhoog. Mooi. Dan heb je het uiteinde van de band vast, dus leg je op de grond. En dan ga je rustig rondjes draaien. Rustig uitblazen. One leg circle. En de clue natuurlijk van de one leg circle is dat je niet heen en weer wiebelt en je lijf mooi stabiel houdt. Voor mensen die hele lange hamstrings hebben, die heb ik zelf niet, die kunnen dit been gestrekt laten en dan de one leg circle. Zo is die eigenlijk bedoeld, maar je ziet al bij mij, dat red ik niet met mijn benen, dus vandaar dat ik mijn benen een beetje krom doe en mooi rond cirkel. Okay. Even andere kant op, rustig uitblazen en... En adem in. En uit. En in. En uit. Nog 2 keer. In. En uit. En de laatste keer in. En uit. Mooi. Om nu te wisselen, open je even. Dus je kruist je armen. Zet je andere voet erin. Zet je andere voet weer neer. En sluit de band weer. Ik hoop dat het gelukt is. Ook nu weer, heb je goede hamstrings, leg je been neer en is dit been gestrekt omhoog. Zo gauw je dit been niet kan strekken, beetje krom en dan het been gestrekt. Dan gaat hij weer eerst voor langs, in en uit voor 1. Schouders laag, in en uit voor 2. En adem in. En blaas uit. En in. En blaas uit. Schouders mooi stabiel en laag. Nog 2 keer, voor langs en uit. En nog 1 keer voorlangs en uit. Gaan we andere kant op. Rustig voorlangs. En adem uit. En in. En uit voor 2. En in. En uit voor 3. En in. En uit voor 4. En de laatste keer in. En uit voor 5. Mooi, oké. Beide voeten er even weer in. Ja, en echt, je bal van je voet en je teen zit in de band. En doe je de benen even rustig krom. Oké, we gaan nu een serie doen, dat heet footwork in de pilateswerk. En dat is, de stand van de voeten verschilt dan even bij de oefening die je op dat moment doet. We laten het hoofd liggen, pakken de band vast, gewoon even kijken hoe strak het is. En dan ga je vooral een beetje op je tenen staan als je je benen uitstrekt. Dus kin een beetje in en dan mooi op je tenen staan. Blaas uit. En weer terug. Tenen naar de neus. En blaas uit. Op je tenen en weer terug. En op je tenen voor 3. En weer terug. Schouders mooi laag. En op je tenen voor 4. En terug. En je kan net zo zwaar maken als je wil. Hoe platter je benen, hoe zwaarder voor je rug. En hoe hoger je benen, hoe makkelijker voor je rug. Dus kijk gewoon wat je
het beste kan hellen. De laatste vier doen we even met hoofd omhoog. Dus klein beetje omhoog op je tenen. En terug. Lijkt al een beetje op de een van de eerste oefeningen. En twee. Schouders laag. En terug. En ook nu weer kan je je hoofd vastpakken als je last van je nek hebt. Drie. Buikspieren doen het net zo goed. En vier. Oké. Dat was eigenlijk de eerste positie. En dan heb je footwork in de tweede positie. En dat betekent dat je je hakken tegen elkaar aanhoudt. En je voeten juist wat uit elkaar doet. Dus het ziet er als volgt uit. Als je het dan zo ziet, hoop ik. Hielen tegen elkaar aan. Tenen wijzen naar buiten. Dus kikkerhouding. En zo zie je ook dat ik in kikkerhouding in ruglicht ben. Oké, we gaan nu weer strekken in die kikkerhouding, waardoor je meer de binnenkant van je bovenbenen gebruikt. Oké, daar gaat hij. Blaas uit, sluit aan. En buig weer. En blaas uit, sluit de knieën tegen elkaar aan. En terug. En hou je tenen uit elkaar, hielen tegen elkaar aan. Blaas uit, sluit. En terug. En blaas uit, sluit. En terug. En blaas uit, sluit. En terug, nog vier met hoofd omhoog, blaas uit. En terug. En blaas uit. En terug. Nog twee keer, blaas uit. Als ik goed geteld heb. En nog één keer, blaas uit. En terug. Mooi, oké. Even de knieën weer naar je buik toe. Ik hoop dat het goed zichtbaar is met het tegenlicht van de camera. Gaan we zitten. Pak je de band vast. Ja. En dan gaan we rustig een beetje een roll back doen. En dan weer een roll up. Gewoon lichtjes voor de buikspieren. En op de back doe je, een beetje uit, doe je de band een beetje uittrekken. Ja, dan gaat hij. Dus rustig achterover. Trek uit. En weer op. Adem in. En adem uit. Kijk een beetje naar je navel. En adem in, weer terug. Is het te zwaar voor de schouders, trek je natuurlijk niet aan de band. En dan ga je gewoon op een normale manier doen. En op. En blaas uit. En weer op. En blaas uit. En weer op. En blaas uit. En weer op. En de laatste keer, blaas uit. En op. Mooi. Gaan we even op de buik. Maar voordat je op de buik gaat, doe je alvast de band achter je. Pak je maar de binnenkant van je armen vast. Dus hij loopt binnen door. Dus op die manier heb je de band. En dan pas ga je op je buik liggen. En je voorhoofd op je handdoek, zodat je neus vrij ligt. Ook nu weer, de band is niet te strak, dus je hebt lichte rek erop als je je armen uitstrekt. Niet te zwaar maken. Oké, gaan we eerst even bekken kantelen, schouder in de mat en weer los. En bekken kantelen, schouder in de mat, navel intrekken en weer los. En nu houden we deze positie, dus je kantelt je bekken in, schouder in de mat, schouders mooi laag en net omhoog. Gaan we kleine rondjes doen. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En kom weer naar beneden. Als je denkt er moet iets strakker, pak je iets strakker. Maar niet te zwaar. Oké, gaan we weer. Bekken kantelen, schouder in de mat, schouders in positie en kom omhoog. En 1, 2, 3. En let op je hoofd, dat je hoofd mooi in positie is. En niet te hoog, niet te laag. En weer los. Gaan we nog een keer, bekken kantelen, schouders en mooi omhoog. Laatste keer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en los. Oké. Nu zet je armen iets verder naar voren in de swan dive positie en je benen ook in swan dive positie. Dat betekent hielen naar binnen, tenen naar buiten. En de benen uit elkaar. Goed je bilspieren aantrekken, buikspieren aantrekken. Niet te strak, echt. Hij moet nu losjes zijn. Dan kom je rustig omhoog. Dus bekken, schouders, kom omhoog.
En kom weer naar beneden. Gaat hij weer. Knieën strak, bekken kantelen, schouders komen omhoog. Adem in. En weer rustig terug. En nog een keer bekken, schouders en kom omhoog. Adem in. En uit. Leg jezelf langzaam neer. Steeds langer maken. En knieën, bekken, schouders en kom omhoog. Adem in. Schouders laag als je boven bent. Hoofd mooi in positie. En terug. Laatste keer. Knieën, bekken, schouders. Kom omhoog. Hoofd mooi mee. En leg jezelf lang. Maak je lang als je weer neerzet. Oké. En kom dan in. Shell stretch. Hè? Kom niet eens meer op het woord. Kom lekker in shell stretch. Even de rug ontspannen. Hoofd laten liggen. Buik goed aantrekken. En dan kom je wervel overeind. Gaan we even de spine twist doen. Dus voor de mensen die niet goed kunnen met rechterbenen, korte hamstrings, gaan op een kussentje of een handdoekje zitten. Benen recht vooruit als het lukt. Armen mooi zijwaarts. Strek jezelf op. En bij de spine twist beweeg je niet je heupen. Dus voeten tegen elkaar aan. Oké. En dan 3 kleine pulsjes gaan we vandaag doen. Dus rustig uitstrekken. Gaan we draaien. Blaas uit voor 1. Tikkie terug. En 2. En 3. En adem in. En blaas uit. Draai voor 1. 2. 3. En terug. Voeten tegen elkaar aan. Niet bewegen met de benen. En blaas uit voor 1. Schouders laag. 2. En 3. En op. Trek jezelf op. Blaas uit. Zak niet in elkaar. 2. En 3. En op. En blaas uit voor 1. 2. 3. En terug. Even armen ontspannen. En vooral voor de mensen die het altijd vast hebben zitten tussen de schouderbladen, voel je echt dat deze oefening het echt heel goed losmaakt. En let op je handen en op je benen vooral, dat die niet bewegen. Dat doen we beide kanten nog 2 keer. Dus strek uit, schouders laag, benen tegen elkaar aan. En dan gaat hij. Blaas uit voor 1. En 2. En 3. En terug. Andere kant op. Blaas uit voor 1. En rechtop. En 2. En 3. Schouders laag. Beide kanten nog 1 keer. En blaas uit voor 1. En 2. En 3. En terug. En blaas uit voor 1. En 2. En 3. En terug. Oké. Schouders even lekker losmaken. Kom je weer op je rug liggen. En nu doe je de band eigenlijk een beetje over je buik, iets lager, bij je benen neer. Dus je legt de band gewoon een beetje zo tegen je benen aan. Mag best strak. Handdoek mag weg, omdat we shoulder bridge gaan doen. Dus met de pips omhoog. En de shoulder bridge is niet wervel, wervel, hè, maar gewoon in 1 keer omhoog met de pips. De buik wel aangespannen. Dus handen op de vloer. En dan gaat hij rustig omhoog. Blaas uit. In, blijf. En uit, weer terug. En nog een keer. Blaas uit. In, blijf. En uit, weer terug. Oké, dus dat is de beweging. Nu gaan we naar boven toe. En dan pulsen we 10 keer bovenin. Ja, dus voeten niet te ver weg, niet te dichtbij. Buik goed aan, kom maar omhoog. 1. En dan gaan we even 10 keer op en neer. Klein beetje naar beneden. 1 en op. En 2 en op. En duw die knieën steeds weg. 3. En knieën weg. 4. En 5. En 6. En 7. En 8. En 9. En 10. En terug. Heel netjes gedaan. Benen even recht. Tenen even naar de neus trekken. En doen we nog 1 keer. Benen krom. Als je kramp in je hamstrings hebt, doe je die tweede serie zeker niet. Dan neem je even je rust. Oké, daar gaat hij. Kom rustig omhoog. Buik mooi in. Gaan we pulsen. En 1. En 2. En 3. En 4. Schouders mooi. 5. En 6. En 7. En 8. En 9.
En 10. Heel mooi. Pak je kniebeet. Kom omhoog. En dan even je hamstrings rekken voor zover het gaat. En dan rustig voorover. Blaas uit. Hoofd laten liggen. En zo ver als je kan. Even weer rechtop. En nog een keer rustig voorover. Blaas uit. Tenen naar de neus trekken. En weer op. En de laatste keer. Blaas uit. Schouders laag. En terug. Oké. Laat de hamstrings even. Nu gaan we weer de band achter de benen langs doen. Achter de voeten eigenlijk bedoel ik. Weer om de voorvoet en om de tenen. Dat is eigenlijk het mooiste. Handdoekje weer. We gaan nu echt de biceps even trainen. Je komt dan mooi liggen. Handen onder je hoofd. Even de biceps eerst spannen. Dan gaat hij 1 en terug. En 2 en terug. En 3 en terug. En 4 en 5. Oké, dit is niet zo zwaar voor de biceps. En het zijn geen super flexbanden die ik je gegeven heb zoals we op de les hebben. Maar gewoon van de rolaaf. Dus zet hem niet te strak. We gaan nu de buikspieren erbij halen. Dus je gaat kin in en je komt omhoog. En dan gaan we nog een keer. En nu snel. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En terug. Merk je dat aan je nek? Doe dan iets losser. En dan één hand. En dan straks een serie met de andere hand. We doen nog 2 series. Ja? Dus kijk even wat voor jou het beste is. Dan gaat hij kin in en kom omhoog. Elleboog tegen de zij. En 1 en 2 en 3 en 4 en 5, 6, 7, 8, 9, 10. En rustig terug. Voor de mensen met nekklachten doe ik nog even de andere voor. Dus dan veel losser de band. Hand achter je hoofd. Kom omhoog en dan gaat hij. En 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6 en 7 en 8 en 9 en 10 en terug. Oké, dus dat is de mogelijkheid voor als je last van je nek hebt. Die band is natuurlijk ideaal om omhoog en naar beneden te komen. Maak daar ook gebruik van. Ja. Oké, we gaan nu het volgende doen. Je kan een dubbel doen, maar doe maar enkel. Doe maar enkel. En dan ga je jezelf even weer inpakken. Dus 1 keer en dan een strik erop. Dus niet een dubbele knoop, want die krijg je er echt nooit meer uit. Maar gewoon 1 keer, dubbel, strik erop. Ja, en dan maak je de band een beetje breed om je knieën heen. Ja, dus ik hoop dat iedereen heeft. 1 keer, strik erop en dan rustig om je knieën neerleggen. Oké. Hoofd weer neerleggen. Nu doe je voeten ietsjes uit elkaar. Dat je een beetje met X-benen staat. Mooi. En dan gaan we even de benen rustig uit elkaar doen. Dan gaat hij blaas uit en terug. Blaas uit en terug. Nou, hoop dat hij niet schuift. Dus dat is even belangrijk. En nu gaan we combineren. Dus hoofd, handdoek onder je hoofd vandaan nu. Armen neer. Kom je rustig omhoog. En dan gaan we de benen even uit elkaar doen. En 1 en 2 en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en terug. Dus benen mogen in dit geval best wat uit elkaar, zodat er wat spanning op de band komt. Mooi buik in, kom omhoog. En dan gaat hij. En 1 en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en terug. Heel netjes. En nog een keer rustig omhoog. En dan gaat hij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En terug. En de laatste keer. Kom omhoog. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En terug. Oké.
mag je handen weer onder je hoofd. Je laat je benen nog even zo staan, voeten misschien iets verder weg. En dan gaan we zo meteen met ingeknikte kin omhoog komen. En doen we de handen in 2, 3, 4, 5. En dan spreid 2, 3, 4, 5. Dus, en hou dan controle over je buikspieren. Dat is de bedoeling. En je mag natuurlijk altijd je hoofd vastpakken weer en omwisselen van hand. Ja, na 50 tellen. Oké, dan gaat die kin in en kom omhoog. In 2, 3, 4, 5. Spreid 2, 3, 4, 5. In 2, 3, 4, 5. Spreid 2, 4, 5. In 2, 3, 4, 5. Spreid 2, 3, 4, 30. En let op je schouders en spreid 2, 4, 40. Krijg je last van je hoofd, pak die vast. Spreid 2, 3, 4, 5. In 3, 4, 5. En spreid 2, 3, 4, 5. In 2, 3, 4, 5. Spreid 2, 4, 20. In 2, 3, 4, 5. Spreid 2, 3, 4, 80. In 2, 3, 4, 5. Spreid 2, 94. En de laatste keer. Spreid 2, 3, 4, 100. Kom nog even omhoog. En dan naar beneden. Oké. Nu komt het grote ontfrutselwerk. En ik heb natuurlijk geen flauw idee hoe dat met die rode banden is. Dus ik weet dat deze het wel kunnen. Maar echt geen idee of dat met jullie banden ook lukt. Dus ik geef je daar heel even de tijd voor. Ik hoop dat het goed lukt. Oké. Is het allemaal gelukt? Hoop ik. Ja? Oké. Dan doen we de band even om de voeten. En hij mag nu dubbel. Dus ik heb een dubbele band. Die heb ik om de voeten. En ik pak hem ongeveer aan de uiteinden, maar best wel strak. Dan gaan we even rolling like a ball doen. Dus voeten in de band. Band een beetje tegen je benen aan, knieën tegen elkaar en dan achteroverkant in en uit. En rustig in en uit, blaas uit. Schouders laag en in en uit. En in en uit. En rustig in en uit. Goed in, kantelen, in en uit. Nog drie keer. In en uit. Nog twee keer. In en uit. En de laatste keer. In en uit. En dan weer terug. Heel mooi. Oké. Gaan we even kijken voor de schouders of we een oefening kan doen. Kom mooi zitten met gezicht naar me toe. En je kijkt gewoon even wat je kan hebben om de band achterlangs te doen en voorlangs te doen. Ja, dat moet vrij makkelijk kunnen. Je moet niet mega hard moeten trekken. Ja, dus rechtop zitten. Je mag met de benen gestrekt. Doe de benenarmen uit elkaar. En breng ze naar achter. En weer op. Mocht dat niet lukken met je schouder, doe dan gewoon tot omhoog en weer terug. Hè? Dus kijk wat je kan. En weer op. Hou mooie spanning. En terug. En op. En de laatste keer. En terug. Oké. Als dit zwaar genoeg is, ga je zo door. Voor mensen die iets meer uitdaging willen, gaan we de oefening iets uitbreiden. Je haakt je benen in elkaar, knieën tegen elkaar aan en je probeert even goed achterover te rollen. Dus geen holle rug, maar achterover. Doe je de band hiervoor en dan ga je nog een keer proberen. Kijk of je achterlangs kunt. En weer terug. En achterlangs kunt. En terug. En dit kan je natuurlijk ook gewoon met je voeten op de grond doen. Achterlangs. En terug. Nog één keer, twee keertje, achterlangs en terug. En de laatste keer, achterlangs en terug. Zeker niet doen als je last van je rug hebt, maar dat had je dan ook wel gevoeld, denk ik. En ik ga er nog steeds vanuit of wat ben. Ja, mensen. Ik moest even, of het filmpje werd gewoon onderbroken omdat de telefoon ging. Ja, daar hou je natuurlijk geen rekening mee. Of ik hield er wel rekening mee. Maar ik hoopte dat het steeds nooit zou gebeuren tijdens de opnames. Maar toch gebeurt dus. Vandaar dat het filmpje in tweeën geknipt is. En ik hoop dat het daarbij blijft. Want drie is natuurlijk
Nog vervelender, maar ik hoop dat het goed gaat. Oké. We gaan door met de volgende oefening. En dat is een beetje een ingewikkelde qua constructie. Dus ik ga het langzaam doen en kijk rustig mee. Je doet je voet in de band, één voet dus. En dan pak je hem even strak bij de voet vast. En dan kom je op handen en knieën. En zo gauw je op handen en knieën staat, pak je de band wat losser. Dus aan het uiteinde. En dan zet je vervolgens je handen op de grond. En dan mag je zo doen of in een vuist, dat moet je zelf weten. Maar als het goed is, zit de voet erin. Oké, nu belangrijk, je rug recht. Hè? Geen holle of bolle rug. En niet door de schouders zakken, actief. Hoofd ook mooi actief, niet laten hangen. Oké, en dan strek je been uit. Juist. En dan gaan we even een heel klein pulsje omhoog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké. Dat betekent dus klein pulsje. En als je puls niet, dat je je rug hol maakt. Je rug blijft gewoon mooi recht. Je doet alleen maar met je bilspieren. Gaan we nog een keer doen. Dus strek de been, schouders mooi recht, rug mooi recht. En een klein pulsje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en terug. En terwijl je pulst, span je buikspier aan, want dat is de bescherming voor je rug. Dan doen we de laatste en derde keer met dit been. En dan gaat hij. En 1, 2, 3, 4, let op je schouders. 6, 7, 8, 9, 10 en weer neer. Oké, nu haal je de band een beetje uit elkaar. Wissel je van voet. En ga de band in je andere hand. Nou, ik neem even de tijd voor jullie. Dat je de tijd hebt dat je hem om die voorvoet en die teen kunt doen. Mooi de band erin. Dan de band in je linkerhand. En dan gaan we nog een keer weer doen. Strek uit. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En leggen we neer. Mooie rechte rug, schouders actief, hoofd niet laten hangen en ook niet te hoog. En dan gaat hij. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en terug. En dan doen we de laatste keer. Blijf actief in je schouders, strek op. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en terug. Hartstikke mooi. Gaan we naar de zijoefeningen. En dat is ook altijd even nadenken. Hoe was het ook maar weer? Nou, je doet ook nu weer je voet in de band. En dat wordt de bovenste voet. Dus als je opzij ligt, is het been wat bovenop ligt. Die gaat in de band. En dan kom je opzij liggen. Doe of op je arm liggen zoals ik doe, of een dikke handdoek zodat je hoofd ontspannen ligt. Dat is heel belangrijk bij deze oefening. Hè? Dat je niet een beetje dit soort houding hebt, want dat is echt niet goed voor je nek en niet lekker. Oké, bij de eerste oefening zit de band binnendoor en vrij dicht. Pak je hem echt vrij dicht bij de voeten, want het is echt een beetje een krachtoefening. Je hand zit tegen je navel aan en je schouder blijft ontspannen. En dan gaan we rustig even wegstrekken, blaas uit en een beetje naar achteren. En terug. En blaas uit naar achteren. En ik hoop dat je een lange broek aan hebt. Want als je blote benen hebt. Nou ja, zonder haar gaat het nog. Maar met haar word je aardig geëpileerd. En blaas uit. En terug. En blaas uit. Zorg dat je hoofd ontspannen is. En terug. En blaas uit. En terug. En blaas uit. En terug. En de laatste keer blaas uit. En terug. Oké. Nu doe je de band ietsjes losser. Dus je pakt hem bijna aan het eind. Het maakt ook een beetje uit hoe zulke lange benen dat je hebt. Ik heb nu mijn been gestrekt. Je ziet, ik heb het uiteinde van de band vast. En die zet ik gewoon weer op de grond. Voor mijn navel. Schouders ontspannen. Goed spanning houden op de band. Dan doen we het been omhoog. Gaan we kleine rondjes. En 1, en 2, en 3, en 4, en 5, 6, 7, 8, en terug. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 en terug. Dus mooi je buik aantrekken, maar ook te zorgen dat de been niet te veel naar voren komt, maar mooi opzij en een beetje naar achteren. En dan gaat hij omhoog. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en terug. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en terug. En dan doen we de laatste van deze serie. Kom omhoog en kom 1. 2, 3, 5, 6, 7, 8 en terug. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en been neer. Mooi gestrekt. Je houdt die hand ontspannen voor je navel. Schouders laag, niet te veel naar voren draaien, maar een beetje recht blijven. En dan gaan we been omhoog, een klein beetje naar achter doen. 1 en terug. En je zorgt dat je hoofd ontspannen is. 2 en terug. En 3. En 4. En 5. En 6. En 7. En 8. En 9. En de laatste keer 10. En terug. Heel mooi. Nou, alles op de andere kant. Andere been erin. Zorg weer dat je overal even lange band hebt. Zo. Kom je op deze kant liggen. Zo. Hoofd weer goed neerleggen. Wat je maar het lekkerste vindt. De eerste oefening was die wegtrapoefening. Dus dan moet de band vrij strak. Dus dan doe je been even krom en dan pak je de band vrij strak. Ik hoop dat het goed genoeg kwaliteit is om dat te kunnen. Al die krachten die erop komen. En dan gaan we rustig uitstrekken. Blaas uit voor 1. En terug. En 2. En terug. Je ziet er gebeurt niks in mijn schouder. 3. En terug. En 4. En terug. En 5. En terug. En 6. En terug. En 7. En terug. 8. Mooi naar achteren ook, hè? 9, niet naar voren. En de laatste keer 10 en terug. Oké, dan pak je de band losjes aan het uiteinde. En je strekt het been, hand voor je navel, sorry. Dan gaan we een kleine rondje, schouders laag. En 1, en 2, en 3, en 4, 5, 6, 7, 8 en terug. En 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En leg weer neer. Ontspan. En nog een keer. Blaas uit. En 1, en 2, en 3, 4, 5, 6, 7, 8. En terug. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En ontspan. Gaan we vervolgens abductie doen, dus been optillen. Dus je strekt je been, hand voor je buik. En rustig omhoog, blaas uit voor 1. En terug. Buik aan, 2. En terug. En 3. En terug. En 4. En 5. En 6. 7. 8 en 9 en de laatste keer 10 en terug. Mooi, oké. Zoals altijd rekken we deze er even uit. Voet op je bovenbeen en dan bovenbeen even aantrekken. Rustig even doorademen. Desnoods de been even laten zakken. En wissel op. Mooi aantrekken, schouders laag. Oké, kom dan omhoog. Doe de band weer om. Beide voeten. Beide kanten even lang.
En dan kunnen we mooi even een roll-up en een roll-down doen. En met band is het natuurlijk hartstikke prettig voor je rug. Dus je gaat mooi afrollen. En weer rustig oprollen. En je pakt hem zo strak, of zo niet strak, dat je net mooi oprolt en afrolt. En geen schokkende bewegingen van zo. Nee, gewoon rustig op kan rollen. Langzaamaan. En weer terug. En heb je wat meer nodig, dan pak je hem wat strakker. En dan heb je wat meer hulp van de band. Als je schouders maar laag laat, is heel belangrijk. En begint met je hoofd, kin in en rustig oprolt. En naar voren. En weer mooi afrolt. Schouders laag. Wervel, wervel neerzetten. En kom weer liggen. En weer hoofd omhoog. Langzaam omhoog. Naar voren. En kom weer rustig naar beneden. Schouders laag, buik in. En leg jezelf weer neer. Nog twee keer. Mooi oprollen. En naar voren. En weer langzaam naar beneden. En de laatste keer. Rustig oprollen. En dan mag je rechtop blijven zitten. Heel goed. Pak je de band nog even helemaal aan de uiteinde. Deze oefening hebben we wel eens vaker gedaan. Ik doe hem gewoon even één keer voor en dan weet je wel weer hoe die gaat, denk ik. Handen dichtbij je. Dan rollen we in. En dan doen we zijwaarts draaien en openen. Dus een beetje draaien en open. En terug. En open. En terug. En nu gebogen weer omhoog. En strek op. Ja, gaan we. Rustig indrollen. Een beetje naar achteren. En dan gaat hij draaien open. 1. En terug. Draaien open. 2. En terug. En gebogen naar voren. En strek op. Voel je dit in je rug? Sla hem over deze oefening. Hij is zwaar voor je rug als je rugklachten hebt. Mooi achterover. Zijwaarts openen. En terug. En open. En terug. En rustig weer naar voren. En strek op. En rol af. Plaats uit. En draai en open. En terug. En draai en open. En terug. En voorop. En strek uit. Laatste keer, rol af. En open. En terug. En open. En terug. En weer rustig omhoog. Mooi. Oké. Dan gaan we een rare video-opname krijgen, want jullie zien me zomaar van de helft. Maar ik wou toch nog even een oefening voor de balans doen. Dus kijk mooi naar mijn onderkant. Pak de band tussen je handen. Heel mooi. Strek je op. Armen gaan in de lucht. Dat zien jullie niet, maar dat doe je gewoon. Je komt op je tenen staan. En even je evenwicht houden. En weer terug. En dan gaan we nog even helemaal doornemen. Armen in de lucht. Laat je schouders zakken. En kom omhoog. Mooi op je tenen, vind je evenwicht. En alles weer naar beneden. En nog een keer, armen in de lucht. Laat je schouders zakken. Blaas uit. En dan strek op, kom op je tenen staan. En terug. En de laatste keer, strek op. Laat je schouders zakken. En kom op je tenen staan. En terug. Oké, mooi. Dan mag je even alles aan de kant doen. Ga ik even muziekje opzetten voor de cooling down. Kom mooi liggen. En trek één knie naar je toe. En andere been. You used to do. You would never feel it.
benen krom, armen mooi spreiden en benen één kant op. Goed diep ademhalen. En andere kant. Draaien, pak je met je linkerhand je rechterknie en draai door. Schouders laag en adem in je buik. Andere kant op. Armen omhoog. Losrollen, schouders laag. Andere kant op. En nog één keer andere kant op. Goeie paasdag. Oh nee, dat heb je al gehad als het is. Tot de volgende keer. Doei doei.